Ime van Hillestedt Oestergaard is, door zijn zeer aansprekende voorhand met een verticaal geplaatste hals en door zijn klein en uitdrukkingsvol hoofd, een zeer rastypische hengst. De hengst is sterk gebouwd en voldoende lang gelijnd. Mede door het iets korte voorbeen is de romprichting licht neerwaarts. De hengst kan meer hardheid in het beenwerk uitstralen. Ime van Hillestedt Oestergaard heeft zijn talent als rijpaard in het onderzoek ruimschoots aangetoond. De hengst heeft een goed gebruik van het achterbeen die altijd de goede kant op gaat. Hij is aansprekend in zijn front en toont in het werk veel go. De hengst is snel afgeleid, wat zijn rijbaarheid niet altijd ten goede kwam. Hij kan zich daarbij meer loslaten in de bovenlijn. Tijdens het onderzoek is de aanleuning verbeterd en onder het zadel liet hij zich goed bewerken. Positief is zijn aanleg voor de galop. Door zijn aansprekende front toont hij in alle disciplines een mooi beeld. Ime van Hillestedt Oestergaard heeft als menpaard ruim voldoende aanleg en kan hierin goed schakelen. Als tuigpaard maakt hij zich mooi in het front, maar hij kan zich nog meer ontwikkelen in het bergoplopen. Ime van Hillestedt Oestergaard is een driejarige zoon van Tjalle 454, gefokt in Denemarken, uit de Merrylijn. Die is opgebouwd met hengsten die relatief weinig invloed op de fokkerij hebben gehad. Zijn moeder is een modelmerrie van Bente 412 met het sportpredicaat. Ook zijn grootmoeder van Wiert 409 is in het bezit van het modelpredicaat en tevens preverent. De overgrootmoeder is een sterrenmerrie van Oldman 317 met 3 sternakomelingen. De vierde merrie in de merrielijn is de bekende Jacob 302 dochter Baitske van Markzaten. Zij is ster preverent en prestage en heeft 11 sternakomelingen. Deze paarden uit stam 25 komen allemaal uit dezelfde lijn als de preverente Norbert 444. Ime van Hillestedt Oestergaard kan ras, achterbeengebruik en galop verbeteren. Hij wordt ingeschreven met de naam Ime 507.